Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video waarin dan we gaan kijken naar Explore, Dream en Discover thema's van Leo. Wat hebben de kaarten en de gidsen met die daarover te zeggen? Eerst de Nine of Challenges. Dus emotionele vervulling in jezelf, bij jezelf. Dus zonder echt de vervulling te krijgen van iemand anders. Oké. Het eerste thema is explore. En explore betekent wat je de komende 3 maanden eigenlijk nog meer zal ervaren. Waar ga je nog meer dingen gaan, eigenlijk op avontuur van gaan. Oeh. Ik ga zeker zeggen waarom dat ik zeg oeh natuurlijk. Six of Flames. De eerste was Two of Flames. De tweede is Six of Flames. En de derde. Wat is de derde kaart voor Leo voor de komende 3 maanden? Oeh, Eight of Flames. Dus het gaat echt puur allemaal over de Flames. Want ook hier is de Flames. En wat ligt er aan de onderkant? Eigenlijk uit jouw kooi stappen. Uit jouw grot stappen. Wat je de laatste maanden misschien niet veel meer naar binnen gericht was. En aan het voelen was voor wat er allemaal gaande is, waarom dat de dingen gebeuren in je leven, is dat nu hetgeen wat er gebeurt. En wat zien we? De reden daarvan is dat je eigenlijk ook meer en meer moet in verbinding komen met je eigen energie. En wegstappen van al die gedachten die om je heen zijn, van al de conditionering, maar richting het licht stappen. Want dat gaat uiteindelijk dan de Ten of Cups brengen. De volledige vervulling. Je weet wel, we hebben net de Nine of Cups gezien. De Ten of Cups is eigenlijk het volgende. Mijn lijn ondersteboven, wat is er nog niet? Dus complete vervulling op elk vlak van je leven. Dat heb je nog niet. En dat ga je ook de komende 3 maanden nog niet volledig ervaren. Ik zie dat hier... Ah ja, het is mijn ding. Dus dat ga je niet volledig ervaren. Maar daar werk je wel naartoe. Maar in die zin, hetgeen waar je nu eigenlijk nog meer gaat gaan ervaren, de dingen die op je pad gaan komen, de schaduwen die we straks gaan bekijken naar het stukje dromen, en waar je uiteindelijk nog meer gaat ontdekken, dat gaat de komende 3 maanden meer op je pad komen. Want waarom? Kijk, we krijgen de Two of Flames, de Six of Flames en de Eight of Flames. De Eight of Flames, zeker bij tweelingvlammen, heeft te maken met de supersnelle communicatie. En dat is eigenlijk ook voor de tweelingvlammen of voor diepe zielsconnectie eigenlijk ook het wiel van fortuin, waar je ook in een ander dek hebt. Maar dat heeft eigenlijk een hele snelle communicatie, een hele snelle verbinding vanuit een diepe emotie. Dus echt vanuit dat vuur. En dus je kunt dat ook zien aan die kaart. Zijn dat al die flames zitten daar eigenlijk allemaal door elkaar, van een stukje als een soort zwaarden. En zwaarden weet zijn verbonden met het spreken van je waarheid, met de gedachten. En dat is hetgeen waar we uiteindelijk naartoe gaan, want die was ook het laatste. Dus wat ga je meer en meer ervaren? Je gaat meer en meer die eenheid in jezelf brengen. Want dat is ook belangrijk voor het grotere geheel van het collectief, dus van de wereld. En hoe ga je dat brengen? Zeker door de laatste maanden dat je veel meer naar jezelf gericht was. En dus die verbinding maken met jezelf, met je innerlijke intuïtie, innerlijke leiding, je God, je team bedoel ik, gidsen. Vandaar God. Misschien dat er mensen zijn die spreken over God, dat kan ook natuurlijk. Universum maakt niet uit wat je het noemt. Dus hoe meer je ook die verbinding maakt met je innerlijke zelf, en dat is hetgeen waar je nu nog meer nog over aan het leren bent, om helderheid te krijgen over van wat is het dat mij passioneert, wat is het dat mij in vuur en vlam zet, wat is het dat mijn innerlijke licht ontvlamt, en hoe kan ik mijn 2 vlammen, zijnde jouw eigen mannelijke en je eigen vrouwelijke energie, in balans brengen, maar altijd onder leiding van je team. En uiteindelijk is het ook altijd, ik weet niet of je dat goed kan zien, maar dat zijn eigenlijk vrouwelijke ogen, vrouwelijkere ogen. Dat is eigenlijk wanneer we dan uiteindelijk actie gaan nemen en naar buiten gaan stappen, wat eigenlijk ook onder leiding is van die drijfkracht vanuit dat vuur. Dan is dat die mannelijke energie, maar de mannelijke energie gaat pas reageren of stappen zetten wanneer dat die vrouwelijke energie afgestemd is, uitgeleend is, op 1 lijn staat met het ziel, met het universum. En dat ga je de komende maanden ook meer en meer gaan ontdekken en ervaring over gaan zien, dat hoe meer dat jij in balans komt, hoe meer dat je ook een leidend licht gaat worden voor anderen om jou heen. En hoe meer dat jij jouw eigen licht volgt, hoe meer
Dat je eigenlijk ook andere vuren gaat ontvlammen. Het beeld dat ik krijg is, wanneer dat er brand ontstaat, dan zie je soms dat de vlam overspringt op anderen en dat dat heel snel gaat. En dat is dan eigenlijk ook deze kaart. Het gaat heel snel. De keer dat dat begint te draaien, gaat het heel snel en kun je heel veel dingen, heel veel mensen om je heen eigenlijk meenemen. De wereld. En dat is eigenlijk, dus de dingen waar je nu meer en meer gaat gaan ervaren op je eigen pad, hebben ook het grotere, maken ook deel uit van het grotere heel, namelijk ook invloed op de rest van de wereld. Dus als je, ik zou bijna zeggen, als je het niet voor jezelf wil doen, doe het dan in het begin voor iemand anders. Doe het voor je kinderen, of doe het voor je partner, of doe het voor de wereld. Maakt niet uit. Want dat brengt eigenlijk die two of wands. Kijk, dat is eigenlijk dezelfde kaart, weer al. Dat is dezelfde kaart, maar een ander deck. En dat gaat eigenlijk uiteindelijk jouw nieuw begin brengen. Hier ligt hij nog omgekeerd. Dat gaat je nieuw begin brengen. Een nieuw begin en een diepe zielsconnectie, die eigenlijk een oneindige liefde is. Een liefde die er al altijd geweest is, maar ook hier ligt hij weer ondersteboven. Dus dat zijn allemaal dingen die de komende 3 maanden niet echt al volledig in het fysieke op je pad gaan komen, maar waar je wel altijd meer en meer informatie en inzichten over gaat ontvangen. Maar alles begint dus eigenlijk met die eenheid in jezelf. En die beker, die vervulling aan jezelf te geven. Oké. Welke boodschappen moeten we geven aan Leo? Dat is er wel twee. Ja, dat is heel duidelijk. Wacht, ik dacht dat er hier nog één ondersteboven lag, of niet? Nee. Dus we zitten aan de onderkant en die staat ook ondersteboven. Eigenlijk zit je nu in de periode, dus in de eerste beginfase van het nieuwe begin van je nieuwe wereld. Een nieuwe wereld, niet alleen jouw eigen wereld, hè, maar ook het grotere heel, die wereld. Waarin dat je gaat zien dat heel veel dingen ten val komen. Dat heel veel dingen niet meer gaan werken. Ben even afgeleid. Dat niet meer gaan werken. Waarom? Omdat het belangrijk is dat je heel veel dingen op een andere en een nieuwe manier gaat doen. Want dat, kijk, leg je aan de onderkant, dat gaat dat nieuwe begin brengen op emotioneel vlak. Sorry, dat was een pakketje aan de deur. Dus al die dingen zijn belangrijk, omdat dat uiteindelijk jouw nieuwe begin, jouw nieuwe emotionele begin gaat brengen. En dus de andere kaarten dat we getrokken hebben, die tonen eigenlijk ook dat er meer en meer ook gerechtigheid, weer balans in je leven gaat komen. Maar er zijn een aantal dingen die je eigenlijk moet doen. Dus we zien, hier is de kaart van gerechtigheid. Je ziet dat ook, hè, die balans hier. Dus er gaat gerechtigheid komen, maar je ziet ook die zwaarden. En dat is ook hetgeen wat hier komt, maar ik ga dat straks uitleggen. Dus het zal belangrijk zijn als jij eigenlijk dat nieuw passioneel begin wilt, die niet alleen gestuurd wordt door jouw eigen innerlijke vlam, maar die ook, waar is die andere kaart hier? Hier aan de onderkant. Maar die ook jou dat emotionele nieuw begin gaat brengen, dan is het belangrijk voor jou dat je eigenlijk jouw waarheid gaat gaan spreken. En dus pas dan ga je individueel succes hebben. Dus deze, dat is hier de Queen of Swords. De Queen of Swords, dat is eigenlijk wat ik hier nu voel, dat het belangrijk gaat zijn dat je vanuit je vrouwelijke energie, dus vanuit de leidingen krijgt, vanuit de verbinding met jezelf, hè, dat is ook hier niet voor niets een vrouwelijke persoon, dat je jouw waarheid gaat gaan spreken. Waarom? Dat gaat je wegbrengen en kunnen laten wegstappen van oude systemen, oude structuren, oude relaties. Relaties die niet gebaseerd zijn op je puurste zielsessentie. Daarom hebben we ook deze kaart. Want deze kaart is eigenlijk ook bij mij altijd een tweelingvlamkaart. Omdat wanneer dat er een diepe zielsconnectie op je pad komt, dan wordt jouw wereld nooit meer dezelfde. Er is een voor en een na, om het zo te zeggen. En waar dat je in het begin denkt of nog
Ja, denk voor na. Omdat je nog dingen kan gaan doen zoals je het altijd gedaan hebt, ga je altijd maar duidelijker en duidelijker zien en ontdekken dat de dingen niet meer kunnen gebeuren zoals je het altijd gedaan hebt. Dergelijke diepe zielsconnecties, of wat dan je tweelingvlam, een tweelingziel of een hele hoge soulmate is, dan kun je dat niet meer doen zoals je het altijd gedaan hebt. Dus word je gepusht, word je geduwd om daarin de nodige zaken eigenlijk te gaan aanpassen. En de angsten daarover los te laten. Ik ga eens kijken met welke vlammen, welke universele vlammen dat jullie zo kunnen samenwerken om jullie daarin te ondersteunen. Welke universele vlammen zou de leeuwen kunnen ondersteunen? En we hebben er twee. Ja, dat is aartsengel Michael met enchantment. En de, ja, ik zou zeggen de paars-violette vlam, maar geef er vooral je eigen kleur en eigen betekenis aan, dat is veel belangrijker. En aartsengel Sandalphon, en daar krijgen we planetaire cycles. En dat is ook heel logisch, want we gaan door geen verschillende cyclussen. Eigenlijk, verandering is de enige constante die er is. Dat is heel raar, maar verandering is de enige constante, de enige zekerheid, dat nooit niet hetzelfde blijft. We gaan altijd maar verder en verder in een hogere cyclus, in een volgend level, in een dieper level. Dus hoe hoger je in energie gaat, hoe dieper de schaduwen zijn, hoe dieper de lessen zijn, hoe lastiger bijna de lessen zijn. Maar daarvoor krijg je dan in ruil wel die onvoorwaardelijke liefde, die diepe zielsliefde, waar we uiteindelijk allemaal naar verlangen. Dus je kan werken met, ik ga het zo doen zodat dat wat duidelijker is. Je kan werken met deze vlam, deze kleur en deze kleur om je daarin te ondersteunen. Het is ook niet toevallig dat deze kleur eigenlijk op deze vlam naar boven komt, want uiteindelijk als je kijkt naar deze kaarten, dat is ook de kleur die voortdurend eigenlijk doorheen de reading nu ook komt. Wacht, die gaan we eventjes terug wegleggen. En dan gaan we naar het tweede topic over je dromen. Wellicht, hopelijk, weet je al wat dat je dromen zijn. Als je daar nog geen helderheid over hebt, maakt niet uit. Ze komen wel tot jou. Maar je moet je dus tijd nemen om los te komen van oude systemen. En, want dat is hetgeen dat we hier ook al gezien hebben. Dus eigenlijk de grootste reden waarom je dromen, als je die hebt, of je diepste verlangens, ook al is het bijvoorbeeld een hele diepe zielsconnectie, of een warme relatie, het maakt niet uit hoe jij het verwoordt, die zijn er nog niet, omdat je eigenlijk het nog doet op de oude manier. En dat werkt niet meer. Dat is één van de schaduwen waarom dat je dromen er nog niet zijn. Wat moeten we nog meer vertellen aan de leeuwen over hun schaduwen en de reden waarom dat hun dromen er nog niet zijn? Oepla, daar gaat hij. Oh, nog één. Ja, dank u. Dan hebben we de eerste. Attraction manifestation. Duh, daar ging het ook over. Diversity en blending. En we gaan eerst eens kijken wat de andere ook is. En er waren er nog twee uitgekomen: energy and lovers. Ja. Ja, het is echt zo duidelijk. Daarnet kwam het ook, het komt heel tijd, daar kreeg het ook heel tijd dat gevoel over. Ik denk de meeste mensen die naar deze video kijken, of zijn eigenlijk aan het hopen op een of andere soort relatie aan te trekken. En te manifesteren, te magnetiseren in je leven. Maar dus moet je begrijpen. Dat dat eerst ook vraagt dat dat eigenlijk een blendingproces is. Dat dat eigenlijk een proces is van verschillende facetten, van verschillende elementen, dat je niet kan forceren. En dus zolang dat jij niet de eenheid in jezelf hebt en niet de lessen leert in jezelf, dan ga je ook altijd de verkeerde mensen aantrekken. Want je gaat mensen aantrekken die jouw energie weerspiegelen. En daarom krijg je weer ook energiekaart en met flow. En dus het is heel belangrijk. Als jij inderdaad een diepe zielsconnectie wil aantrekken, dat je meer en meer ook leert dat alles wat je in jouw energie draagt, of dat dan je gedachten zijn, of emoties, of wat dan ook, dat je die meer en meer in je energie draagt, dat je er meer en meer bewust van wordt van wat er in je energie zit. Want dat is de reden waarom dat die lovers er nog niet zijn. Maar je ligt wel zo, dus je ligt niet ondersteboven. Dus het ligt wel op je pad, het is wel voorbestemd om inderdaad een diepe zielsconnectie aan te trekken. Ze zeiden van, kijk eens naar de cijfers op de kaarten. En de cijfers op de kaarten zijn van de eerste grootste kaart, maar 2, 6, 8.
2, 6, 8. Dus dat is eigenlijk 2 keer 8. 8, 8 als je het zo bekijkt. Of een 7. Dus dat heeft ook weer te maken met groei. Wat hebben we hier? 1, 1. 3, 5 is ook een 8. Is een 11. Is ook weer een teken van tweelingvlammen. Hier hebben we ook een 11. En 4. 11, 4. April. 11 april. 11 april. Misschien dat dat voor sommigen van jullie wel een belangrijke datum is. Zeven augustus is ook iets dat ik doorkrijg. En 26 augustus. Misschien dat dat een bevestiging voor sommigen is. Dus, wanneer het gaat over het aantrekken van je dromen, is het belangrijk om nog meer te leren rond hoe dat je eigenlijk vanuit je eigen energie dingen kan gaan aantrekken, gaan manifesteren. Als je dat wilt, dan zoekt een online cursus daarover. Ik heb een online training, ja, een training eigenlijk geschreven, of het online cursus eruit wil noemen, Manifesteren met de elementen. En daar bespreken we verschillende facetten. Stukken uit bijvoorbeeld reading of uit tarotkaarten, hoe die tarotkaarten kunnen gaan leren gaan gebruiken, enerzijds. Maar anderzijds ook hoe dat de verschillende elementen zijn, de water, lucht, vuur en aarde, en ook je energie, eigenlijk allemaal aan nodig zijn in het manifestatieproces. Daar zat er ook een formule in, zodat je eigenlijk heel helder vanuit je logische verstand kan gaan begrijpen hoe dat manifestatieproces werkt. Er is geen wet van aantrekking cursus, want uiteindelijk wet van aantrekking is maar één facet van het hele manifestatieproces. Het is veel belangrijker om de wet van resonantie te begrijpen. En de wet van zo boven, zo beneden, zodanig dat je eigenlijk jouw logische verstand en de dingen die je ziet en relateert kan leren gebruiken als tools om jezelf nog meer af te stemmen, om inderdaad open te zijn om te ontvangen waar je recht op hebt. Of waar je jouw intentie voor neerzet. Waar je uiteindelijk ook recht op hebt, ja. Voilà. En dan hebben we, waar zijn mijn kaarten hier? Dat ik dus bijna de verkeerde was. En dan hebben we het stukje Discover. Dus wat ga je nog de komende 3 maanden nog meer gaan ontdekken? Jezelf, hoor ik. En dan niet de vertekende versie van jezelf, maar waar dat je eigenlijk jezelf altijd geconditioneerd hebt. Waar dat je eigenlijk jezelf aangepast hebt en een stukje jezelf wegcijfert en je stukje jezelf oplost binnen. Of zelfs, je zou het zelfs kunnen dissociëren noemen. Nee, eigenlijk, dat is hetgeen wat we vaak zien ook bij seksuele relaties. Er is altijd wel nog seks, maar er is geen verbinding meer tussen het hart en, en de rest van ons lichaam. Dus meestal het onderste van ons lichaam. Dus er is wel seksueel contact, maar er is niet die hartsverbinding. En dat is hetgeen wat we ook meer en meer gaan en relaties ook gaan veranderen. Dat we gaan begrijpen dat wanneer je een seksuele verbinding hebt met iemand, dat er veel meer gebeurt dan gewoon twee lichamen die eigenlijk elkaar gebruiken om te masturberen. Wat dat vaak zo is wanneer dat de emotionele en de mentale en de energetische verbinding niet is. Maar ook dan gebeuren er heel veel energetische uitwisseling van codes. En zeker als je zelf al wat verder op het pad staat, dan is het belangrijk om te beseffen dat je ook heel veel informatie, heel veel ballast en energie overneemt van iemand anders. En dat maakt zelfs niet uit of je nu man of vrouw bent. Beide geslachten nemen energie van elkaar over. En niet alleen dat, maar ook van alle andere seksuele partners dat die persoon waar dat jij intiem mee bent al gehad hebt. Dus wees daar bewust over. En kies bewust met wie dat je jouw energie deelt, op gelijk welke manier dan. Dus wat gaan we nog meer ontdekken? Allee, of toch tenminste de leeuwen. Wacht, er is een heleboel uitgekomen. Yes, 1, 2, 3, 4, 5 en 4. Wat krijgen we? De onderkant, de Two of Cups, omgekeerd. Weer hetzelfde als daarnet. En de Eight of Wands, dat is hetzelfde als deze, ook omgekeerd. Dus wat ga je ontdekken? Dat het belangrijk is om heel bewust in het leven te staan. Om die eigen vlam
te gaan gebruiken als richting, richting je dromen. Richting, want je ziet er ook een wereld, hè. Maar in combinatie met het gebruik van je emoties, de leiding vanuit je eigen licht, maar tegelijkertijd ook vanuit je team. Hier voelt het heel hard aan als een team en niet als een zin van ik loop weg van iemand. Want dat gaat jou uiteindelijk de vruchten brengen. Ik ben even aan het kijken wat we hier nog hebben. Hoeveel, wacht even, pentacles, pentacles, momentum, ja. Hoeveel, dus hoe meer dat je vanuit jouw verbinding, ik ga het zo doen, hoe meer dat je vanuit jouw verbinding, dus vanuit dat licht, vanuit die passie die je daarnet ook gezien hebt, hoe meer dat je gaat zien in het fysieke, want dat zijn pentacles, munten, aarde dus, fysieke, hoe meer dat je gaat zien in het oogst, dat wanneer dat je inderdaad, weet wat we daarnet die queen had hebben, die de waarheid sprak, hier heb je ook de tegenhanger, de koning, dus de mannelijke energie. Dus dat wanneer het de mannelijke en vrouwelijke energie veel en meer gaat samenwerken, dat je kan gaan wegstappen van oude systemen, van oude toxische patronen, van oude gedragingen. En dat ga je iedere keer meer en meer zien als een bevestiging dan van welk effect dat heeft in je fysieke wereld. Dus hoe meer je dat gaat gaan doen, vanuit je licht, je waarheid delen, hoe meer je gaat kunnen wegstappen van oude patronen, oude relaties, oude situaties, werk, wat dan ook dat maar is. En hoe meer zelfzekerder je wordt. Dus ben je de Page of Swords. Maar het belangrijkste hierin is deze staf. En deze staf is ook weer een teken van eenheid tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie. Dus hoe gemakkelijker dat gaat worden, in het begin gaat het wel lastig zijn omdat je nog niet gewoon bent om op die manier te communiceren en in het leven te staan. Maar het gaat altijd maar makkelijker worden, zie? Het gaat altijd maar sneller en sneller en eenvoudiger en eenvoudiger gaan. En dat gaat uiteindelijk dan ook ervoor zorgen dat je eigenlijk die Knight of Pentacles wordt. Nog niet de King of Queen, omdat je het nog niet volledig geïntegreerd hebt in je lichaam. Maar het wordt wel, je bent een student erin. Dus je wordt altijd maar meer en meer en meer daarin bedreven. En je zal ook altijd maar meer en meer informatie en bewijzen krijgen van dat inderdaad werkt. En dat het inderdaad goed is, dat het voor je hoogste goed is. Dat het niet maar zomaar iets is, maar dat het inderdaad voor je hoogste goed is. Wat meer advies kunnen we nog geven? Wat kunnen we nog meer geven over het ontdekken? Wat gaan we nog meer ontdekken? Voor de Leo de komende. Oeps, kijkjes. Wat gaan we? We hebben drie kaarten. We beginnen met beginnen. Een higher view. Dus het is belangrijk om doorheen dat proces eigenlijk altijd te kijken en jezelf af te vragen van wat is het hoger view? Wat is hier de grotere les? Wat is de grotere leidraad? Wat is de rode draad er doorheen? Wat wordt ermee getoond? Wat wordt ermee. Welke kans wordt mij gegeven om hier dingen te leren? En dat gaat ervoor zorgen dat je altijd maar meer en meer opengebroken wordt. Dat je niet alleen de communicatie met je team opengebroken wordt, maar je hart wordt opengebroken. Eigenlijk al je gaven en je talenten worden opengebroken, zodanig dat je altijd maar zuiverder en zuiverder en zuiverder kan worden. En dat is ook een 10, dus dat gaat ook het einde van een fase betekenen. En beyond the ordinary. Hier ook weer opnieuw. Vertrouw dat de dingen die je doorkrijgt, dat dat gestuurd wordt. Vertrouw op de leiding die je krijgt. Vertrouw op je eigen innerlijke vlam. Zie ook hier weer, dat is ook weer hetgeen die oplicht. Maar, en dat wordt, ze krijgt ontvangt informatie vanuit haar kroonchakra, vanuit bovenaf. En bij ons zie je dat niet zo op die manier. Wel, je kan dat wel zien als je helderziendheid geactiveerd is en ook heel helder is en als dat jouw hoofdkanaal is van communicatie. Maar dat hoeft niet. Maar het belangrijkste is dat je het erkent en dat je eigenlijk de keuzes die je dan maakt, dat je die vanuit die kennis en vanuit die wijsheid gaat gaan gebruiken om keuzes te maken in je leven. En dat is niet meer vanuit angst, niet meer vanuit het gekende, niet meer vanuit al de oude dingen zoals je het vroeger gedaan hebt, maar vanuit die vernieuwde wijsheid, vanuit die vernieuwde informatie, vanuit vernieuwde, oké, als ik naar binnen ga, ik voel het, ik voel weer mijn vlam. Ik ga vanuit die vlam actie ondernemen. Het universum toont mij dat dat goed is.
ga je merken meer en meer dat je daar eigenlijk stappen vooruit zet. En als datgene is dat je wilt manifesteren, die diepe zielsliefde gaat aantrekken. Waarin dat twee zielen als één eenheid komen, samenkomen, maar zonder dat je eigenlijk je eigen vrijheid en je eigen soevereiniteit gaat gaan verliezen. Dat is wel mooi voor jullie, Leo. Ik voel echt dat de komende 3 maanden bij jullie als Leo-teken staat in het teken van jouw hart. In eerste instantie kiezen voor jezelf, maar dan voor degenen die daarvoor openstaan en er klaar voor zijn, ook voor de fysieke liefde. Dus ook voor het samen delen met iemand anders. Nu, moest je zelf een eigen persoonlijke reading willen of je wilt leren samenwerken met de universele vlam om heel snel je schaduwen te transformeren, dan nodig ik je uit vanaf volgende week. Dinsdag gaan we elke week weer aan de slag. Doen we nog weer een ronde van de traject van de universele vlammen, waarin dat ik live aanwezig ben, via Zoom natuurlijk, om vragen en antwoorden te geven. Vragen te beantwoorden, antwoorden te geven. Over de dingen, over de vlammen, over persoonlijke groei, over manifestatie of wat het maar ook maar is dat er aan bod komt. Dus dat is eigenlijk op één na goedkoopste manier om ermee samen te werken. De training online manifesteren met de elementen, daar is er geen begeleiding bij, daar ben ik niet live aanwezig. Daar kan je ook geen vragen voor antwoorden. Daarvoor is het natuurlijk nodig om dan ofwel in een videosessie te reserveren ofwel in een van de trajecten waarin dat die wel die begeleiding aanwezig is. Zo, dat was voor deze video. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Alles maar één inzicht, hè. Maar dat je weer vooruit kan, dat je weet wat je mag en kan verwachten. Dat je weet welke intenties je mag gaan zetten. En ik wens je alvast een hele fantastische dag en een mooie week. Tot de volgende. Dag!